Dat was Marco Bassato met de bestemming. U luistert naar Business Club Radio en mijn gast vanavond is uh, Thomas Luijten. Hij, Luijten, hij is uh, eigenaar van IJsselon in Venendaal met een onvoorstelbaar succes. En uh, je was ook uh, genomineerd voor Je onderneming van het jaar, hè? Zeker. Ja, ja dus het uh, is ook leuk om in de schijnwerpers te staan dan natuurlijk. En uh, laten we zeggen, het is helemaal verdiend dat je, dat je die schijnwerpers te pakken hebt. Want uh, het gaat natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar nou is het uh, seizoen voorbij en nou is het winter. Inderdaad, ja. En dan? Ja, helaas is Nederland niet echt een, een, een mooi weer, een mooi land uh, om open te gaan in de winter. Want dan is het uh, vrij nat en uh, sneeuw en zo. Dus uh, in de winter begint mijn vakantie. Dan uh, halverwege tweede week oktober, dan uh, sluit ik de deuren. Maken we een mega schoon. Uh, Maak het even schoon, mega onderhoudsbeurt. En dan uh, gaan we op vakantie. Gaan we leuke dingen doen. Tijd en energie uh, besteden aan de, aan de vrienden en familie. Die, komen, die haal ik dan uit de ijskast. Want die gaat dan op ontdooien. Die gaat uit in de ijsland. En ja. dan uh, haal ik mijn me, me familie en vrienden eruit, want die hebben ook wel even wat uh, aandacht verdiend. En uh, ja, een beetje op vakantie, een beetje onderhoud in de zaak. Wat uh, even een schildje. Een, uh, een investering die je, die je graag wilt, waar je voor hebt gespaard dit seizoen. Uh, en dan uh, vliegt de tijd voorbij. En dan uh, ja, is het alweer bijna februari dat het begint hè, met alle voorbereidingen: schoonmaken, pasta's bereiden. En dan uh, kun je in maart weer open gaan. Dus uh, de winter is leuk. Uh, maar uh, vooral. Uh, Uitrusten. Maar eigenlijk is het ook zo dat ten opzichte van de andere horeca dan eh, heb jij natuurlijk een hele lange periode om zeg maar je voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Want de gewone cafés en restaurants die zijn het hele jaar rond open. Ja, ja, dat klopt inderdaad. En vooral ook met de feestdagen moeten zij extra hard werken en daar heb jij nou ook geen last van? Nee, gelukkig niet. Ik uh, ik werk alle feestdagen al, dus uh, die, die Kerst en uh, oud en nieuw die houd ik uh, lekker vrij. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is ook belangrijk. Uh, kijk, uh, je werkt uh, zes dagen in de week, uh, twaalf uurtjes per dag, en dan uh, zie je je familie niet. Dan, uh, die zijn al aan het werk als jij s ochtends wakker wordt. En uh, die liggen al bijna te slapen als jij s'avonds thuis komt. Maar zes dagen in de week, um, uh, welke dag ben je gesloten, de maandag? Uh, twee jaar geleden, ja, ik heb twee, uh, twee seizoenen op maandag dicht gedaan. En uh, waarschijnlijk aankomend jaar op dinsdag dicht. Ja, ja. Dus... Uh, en de reden is? Nou, op maandag uh, wil ik graag leuke dingen doen. Alleen, uh, dat is vaak alles dicht, alle museums. <laughs> uh, musicals vind ik leuk om heen te gaan, of concerten of zo. Maar dat is, uh, uh, ja, dat is uh, op maandag is er niet zoveel te doen. Dus ik dacht, als ik dan op dinsdag dicht ga, dan uh, heb ik wat meer, uh, meer tijd voor andere leuke dingen. Vandaar, vandaar. Ja, dat is logisch. Ja. En um, uh, wat is er dit jaar uh, voor belangrijke wijziging in je. In je nieuwe pand? Of wat ben je nou aan het voorbereiden voor het komend jaar? Uh, we hebben een uh, nieuw splitsplinter, een nieuw koffieapparaat waar wij hem nog lekkere uh, koffies kunnen gaan zetten. En uh, we hebben een nieuwe opstelling van, uh, van uh, de zitjes binnen. Uh, kunnen er dan meer mensen zitten? Uh, nee, de hoeveelheid blijft wel ongeveer gelijk. We ja, ja. proberen wel iets meer te creëren, maar uh, we kunnen de ruimte niet groter maken dan dat die is. Nee, helaas. Dat is zo, ja. En ja, verder. Uh, verder uh, komt er weer gewoon heel heel veel lekker, uh, lekker ijs aan. En je terras, want je hebt dus allerlei tafeltjes en stoeltjes staan. Dan wordt dat uh, worden, komen er meer tafeltjes en stoeltjes, of is dat niet nodig? Ik ben wel bezig met uh, wat extra terrassen aan het uh, krijgen bij de gemeente. Alleen het is uh, vrij kostbaar. En uh, uh, ze gaan uh, de kerk uh, verbouwen op mijn plein. Dus waarschijnlijk uh, komen al die bouwmaterialen op mijn plein. Dus ik moet nog even kijken hoe het uh, terras dan eruit gaat zien. Oh, dat dus dat is wel uh... zoiets, daar kom je dan wel mee te maken. Ja, ja. dat is weer uh, uitdagingen waarmee je te maken krijgt als ondernemer. Zo gaat het leven door. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Maan met Je bent de liefde.